one. Please don't stop the music. En ik denk dat ik mag zeggen, mede namens u, dat we het hier hebben over visionaire mensen met een vorm van ondernemerschap, met een geweldig hart bij volleybal. Beach Team Holland komt hiermee definitief naar Scheveningen. Niet alleen maar het stadion, de drie zomermaanden op het strand, maar hiermee ook een echte indoorplek om te kunnen trainen. Den Haag heeft al eerder gezegd, welkom aan alle topsporters van Beach Team Holland. Maar dat doen we nu definitief. Dit is de plek waar het gaat gebeuren. Ik kijk er ontzettend naar uit. Want nu kunnen we met elk moment van het jaar kunnen de sporters beter worden. En dat is uniek, dat je zowel binnen als buiten terecht kan tegelijkertijd. Dus een mooi initiatief. Nou ja, ik vind het voor de topsport is het fantastisch omdat we met elkaar in staat zijn om een fantastisch indoor trainingscentrum er weer bij te krijgen. We hadden er al twee. En daarmee ben je dus in staat om ook in de winter goed door te trainen. Maar ook voor de breedte sport is het natuurlijk heel belangrijk. Omdat we beachvolleybal tot nu toe eigenlijk alleen maar in de zomer op het strand deden. Maar nu heb je zoveel plekken in Nederland inmiddels waar je het gedurende het hele jaar kan doen. En daarmee wordt het een volwaardige sport. Dus het is weer een fantastische stap in de goede richting. Ik ben hier vandaag voor het eerst gekomen. En ja, ik sloeg echt mijn mond vol tanden. Ik vind het heel erg mooi. Heel mooi opgebouwd. De omgeving is gewoon fantastisch. Dus we staan hier vlakbij het strand. Hè? Dus het heeft toch een beetje echt strandgevoel. Ja. Nou, het is top, vind ik. Het is lekker mulzand. Lekker droog zand. Dus dat is wel heel dicht bij de echte zandstrand. Omstandigheden. Het is goed om op te trainen. Dus ik ben er heel blij mee. Nou, ik vind het fantastisch. Ik ben natuurlijk toch bij het hele proces betrokken geweest. Wij waren hier een half jaar geleden, toen het nog sportal was. En toen waren we hier en toen dachten we, nou, het was toch allemaal een beetje oud en versleten. En als je nou ziet, dit is gewoon echt fantastisch. Het is, het is echt gewoon een tropisch eilandje geworden. En, dit is beachvolleybal puur zang. Het is aan één kant, is het, dat zie je, is het gewoon, het ademt een enorme sfeer uit. En aan de andere kant staat er gewoon keiharde training, wordt er gewoon keihard gesport. Echt absoluut een topsport en dat is een geweldige combinatie. Super locatie, kom allemaal spelen. Word je net zo goed als de echte toppers. Ik vind het helemaal fantastisch. Kijk, Wimbledon heeft zijn heilig gras en wij hebben nu het heilige zand in Den Haag. Dat ligt natuurlijk hierachter aan de kust. Maar dat is maar 3 maanden in het jaar leuk, want we weten allemaal, nu is het koud. En dan kan je hier terecht in Lindo Beach. Heerlijk zand, verwarmd, fantastisch mooi. Ja, superleuk. Er hangt een leuk sfeertje. Het is een omgebouwde sport eigenlijk, maar het ziet er mooi uit. Leuke muurschilderingen en het wordt een smakelijke club, dus het is wel leuk. Ik denk dat heel veel mensen hier lekker in de vrije tijd ook een beetje een andere sport kunnen doen dan dat ze normaal gesproken doen. Zoals voetbal of gewoon volleybal. Het is leuk om een keer een beetje te beachen. Dus, als volleyballer, als niet-volleyballer, als kijker, als actief meedoen. Hartstikke leuk. Lindo Beach, top. Kom allemaal maar een keer kijken. Please don't stop the music.